En dan pak ik een sluiting van iets. Het is iets van een machine volgens mij, of van een deur, of van een brandkast. Zou je ons kunnen vertellen wat het... Dit is een autosleutel. En die auto, dat is een jeep. Een lege jeep. Met de officiële naam NECAF. Nederlandse Keizerfabrieken. Wat gebeurde er na de Tweede Wereldoorlog? Als onderdeel van de hulp die de Amerikanen aanboden aan... Marshallhulp, ja. Precies. Aan de Europese landen. Heb je een fabriek gehad in Nederland bij Sluisjesdijk. Dat is dus de Nederlandse Keizerfabrieken. En die maakte in licentie de Willys jeeps na. En natuurlijk... Willys was van de Keizer. Het is Graham Page Keizer. Juist, is precies. Fabriek. En het verschil was natuurlijk wel dat... bijvoorbeeld de verlichting was dan aangepast aan Nederlandse standaarden. En daar zijn er volgens mij een stuk of 40.000 van gemaakt. Maar 355, als ik het goed heb, 355 van deze jeeps, je ziet ze soms in die oude Bollywood films, ja. Weet je, zonder deuren en zo. 355 van deze jeeps, hadden een speciale uitvoering. Een aantal van die jeeps die werden speciaal uitgevoerd. Zo had je jeeps die werden omgebouwd tot een sneeuwruimer. Andere tot een brandweerwagen, andere tot een ambulance. Maar 355, die waren uitgevoerd tot een TLV-jeep. En TLV stond voor terugstootloze vuurmond. Waarbij de suspensie veel zwaarder was uitgevoerd. De voorruit in tweeën was gespleten. En van achteren naar voren... Het mortier erin zat. Nee, daarom heet het terugstootloze vuurmond. Ja. Het is een raketwerper. Ja, een mortier. En... 12 mm. Ik heb ze gezien. 4 duim. 4 duim, dus 10 centimeter. 12 mm. En 12 mm is veel kleiner. Dit is 10 centimeter. Zo'n afmeting. En dat was dus in staat om, als ik me nog goed kan herinneren, over een afstand van 1250 meter een panzer van 4 centimeter dikte doorboren. Granaatwerper, ja. En die jeep is van mijn vader, was van mijn vader. Vader is er nog, maar die jeep was aan het wegrotten. En van de een op andere dag heb ik een ziekte gehad, heb ik gezegd van, hey, ik ga die jeep restaureren. Die jeep zelf is precies één jaar na de geboorte van mijn vader, is die jeep dus afgeleverd. Mijn vader is van 30 juni 1955. En deze jeep is van 30 juni 1956. Dus dat is nu... Die jeep is nu 65 jaar. En hij doet het nog prima. En het enige verschil zit er nu in dat ik er een sound in heb ingebouwd. Maar wat ik dus heb gedaan... Ik heb samen met een hele goede vriend van mij... heb ik dus die jeep helemaal gerestaureerd. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor mij, ik ben het nu weer een beetje aan het afbouwen, dat ik dus bezig ben geweest met de restauratie van al die auto's, dus die Corvettes, die Trans Ams, die Camaro's, al die restauratieprojecten die ik heb gedaan. Dus dat is dit ervan. En het is natuurlijk lastig, want dan, als je dan met die jeep naar een feestje gaat, dan moet je dit dus in je broekzak houden en nou, it's not that easy, maar je kan hem nooit kwijtraken. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.